Ik ben Kawe Boete. Bij Faros ben ik adviseur, trainer, cultuursensitief werken en effectief communiceren. Hierbij wil ik jullie verschillende communicatietips aanreiken, zodat jullie jullie werk beter kunnen uitvoeren. Tip 1. Wees open, echt en nieuwsgierig. Tip 2. Investeer in relatie. Want het opbouwen van relatie is zeer belangrijk in zo'n familiecultuur. Tip 3. Niet vergeten, kwaliteit van elke interventie staat of valt bij interactie. 4. Miscommunicatie kan je alleen wegwerken door middel van communicatie. 5. Vragen. En terugvragen. Teach back methode toepassen. Een voorbeeld. Ik wil kijken of ik het heb goed uitgelegd. Daarom wil ik van u weten wat hebben wij afgesproken. Of ik wil kijken of mijn boodschap overgekomen is zoals deze bedoelt. Daarom wil ik weten wat hebben wij afgesproken. Dus je stelt jezelf kwetsbaar. Laatste tip. Heel veel mensen weten niet wat dementie inhoudt, wat dementie is. Leg in een zeer eenvoudige taal wat dementie is. Want hoe meer mensen geïnformeerd raken, hoe meer vragen ze durven te stellen. Heel veel succes.